Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Gilde Plus SVV Scheveningen. Inspirerende broedplaats voor werkzoekenden, ZZP'ers en ondernemers. Wat hebben wij de leden te bieden? Werkplekken, coaching, bijeenkomsten, opdrachten en innovatiesessies. Gilde Plus SVV Scheveningen. Meer informatie? Ga naar www.gildeplus.nl. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door trainingskampen.nl, Peuky Beach Club, Intention Health Club, Restaurant Sarouts, Hofstad Security, Baker Tilly Berg en Restaurant Di Sopra. Michael, trainingskamp Scheveningen, hoe is het te begeven onder de VIP's? Ja, het is wel wat anders dan de voorgaande jaren. Met de sponsoren nu weg, met mijn werk, met de Hofstad Security. En ja, het is wel leuk om het een keer van de andere kant te bekijken. Die mogelijkheid kwam om via Hofstad Security mee te gaan op het trainingskamp. Ja, daar hoef je niet lang over na te denken, denk ik. Nee, het was eigenlijk een cadeautje van Kees en Leo. En ja, die vroegen of ik het leuk vond om inderdaad mee te gaan. En daar hoefde ik niet over lang over na te denken. En thuis, vrouwlief vond het ook goed. Dus, Hoe anders is het met zo'n groep sponsoren op te trekken dan met de spelersgroep? Ja, je merkt gewoon, voor hun is het echt, voor mij dan ook, echt gewoon vakantie. En je geniet gewoon van hoe de jongens bezig zijn. En ja, nogmaals, we kijken nu van de andere kant. Je ziet hoe de jongens naar elkaar toe groeien. En, ja, dat is dan wel leuk om te zien. En dan zie je ook net als Hofstad en ook de andere mensen, die storten gewoon, of die pompen gewoon een hoop geld erin. Maar die zien dan wat terug daarvoor. Dus dat is wel leuk om dat mee te maken. Kriebelt het niet af en toe als je ze bezig ziet? Ja, tuurlijk kriebelt dat wel. Ah, ik heb vandaag ook meegetraind. Ik mocht van John meetrainen. Dus dat was wel weer leuk. En ja, het kriebelt vooral als die gasten bezig zijn. En dan heb je wel zoiets van, ja, je blijft toch altijd voetballer. Vanavond nu. Het moet nog beginnen, maar het ziet er heel sfeervol uit. Ja, mogelijk gemaakt door de sponsoren ook. En ja, de jongens die verdienen dat ook gewoon. En we hopen dat dit ook een stukje extra ja, inbreng geeft naar een goed tweede seizoen zo. Marjan van Dijk, eigenaar van restaurant Di Sopra op Scheveningen. Ook aanwezig op trainingskamp bij Scheveningen. Fantastische avond. Ja, dit is heerlijk zo om met die gasten om te gaan. Overdag een beetje hangen aan het zwembad. En nu even lekker met z'n allen een hapje eten. Het is goed vertoeven hier zo weer. Het is dus niet alleen voor de spelers, maar ook voor de... Er zijn nogal wat sponsors meegegaan. Ook prima toeven hier. Ja, we hebben een heel leuk clubje sponsoren bij elkaar. Allemaal jongens uit de regio. Hey, we kunnen het goed bij elkaar vinden. Want er is een goede klik ook tussen spelers en sponsoren. Want zo'n avond als hier toch aangeboden weer door de sponsoren. Ja, en het leuke is, omdat we met een aardige groep zijn, kunnen we het ook lekker verdelen met elkaar. Dus dan valt het weer mee. Hè? Ik ben nog geen echte Scheveninger, maar het begint erop te lijken. Nee, maar wat wel voordeel is, je bent wel een enorme voetbalenthousiast. Ja, zeker. Zelf vroeger bij Fields gespeeld. En ja, veel gaan kijken vroeger ook naar, hoe heet die, John Blok. De trainer van Scheveningen en Ron Kramer, Jerry de Rijk. Waar leuke wedstrijden om naar te kijken. Nu ben je zelf de eigenaar bij Di Sopra. Ja, dan komt er van kijken op de zaterdag niet veel meer terecht. Nee, ik doe mijn best en ja, de winkel gaat nu goed, dus we hebben steeds meer mensen. Dus er komt af en toe wel iets meer tijd vrij van mij. En dan kan ik weer lekker gaan kijken op de zaterdagmiddag naar de jongens. Sponsor bij Scheveningen, maar je bent ook bij selectie bij Adel Hagen graag gezien de gast.
Ja, daar mogen we regelmatig het eten verzorgen, de lunch, een beetje pasta maaltijden, want ze hebben krachtvoer nodig. En dat doen we af en toe voor de jongens van Scheveningen ook. Je bent mee op trainingskamp, maar niet het volledige trainingskamp, maar een paar dagen. Ja, de zaak laat dat niet toe waarschijnlijk, hè? Nou ja, de zaak laat het wel toe, maar je wil er toch altijd bij blijven. Dus twee wedstrijdjes kijken, een trainingkie en dan weer gauw terug. Nou, geniet er nog lekker van. Dat gaan we zeker doen, Tom. Bedankt. Spaanse avond, lekker barbecuen. Je hebt het naar je zin. Ja, zeker. Dus genieten met die gasten bij elkaar allemaal. Trainingskamp, daar komt iedereen bij elkaar. Zo leer je elkaar ook beter kennen. Ik ben natuurlijk net nieuw hier. Sommige gasten ken ik al. Maar nu allemaal nog beter natuurlijk. Hoe anders is Scheveningen dan de clubs waarvoor je hiervoor gespeeld hebt? Ja, het is heel anders. Echt een volksclubje. En je ziet wel dat die gasten al heel lang bij elkaar spelen. Dus het ziet wel echt dat het een vriendenteam is. En ja, ik heb het naar mijn zin in ieder geval. Ik zag dat je meer kan dan alleen voetballen vanavond. Ja, goeie zanger, hè? Ja, zingen is niet echt mijn kwaliteit hoor, maar af en toe een dolletje erbij en zingen kan geen kwaad. Dat was wel aardig dat de jongens die hier kwamen zingen, waren allemaal over het algemeen nieuwkomers. Ja, dat schijnt traditioneel hier te zijn als je nieuw bent dat je moet gaan zingen. En ja, lekker Hollandstalig nummertje, dat past wel bij de club in ieder geval. Het eten is ook prima, hè? Ja, het eten is wel goed. Ik zit wel aardig vol, dus morgen weer eraf rennen.